ik ben heel graag alleen. Een beetje chillen, een beetje niks doen. Maar dat is ook omdat ik heel goed heb leren herkennen wat mijn highs zijn. Mijn naam is Dirk Jan de Wit. Ik ben gitarist bij Orange Outlaw. En in het dagelijks leven heb ik een baan. Maar het leven doe ik eigenlijk buiten die baan om. Ik geniet echt het meest en ik betrap mij er ook soms op dat ik doe dat ook heel vaak in sociale omgevingen. En heb ik gewoon geen zin om te praten, ik wil geen mensen om me heen en dan wil ik gewoon zitten omdat ik gewoon gitaar wil spelen. Ik heb een punt in mijn leven gehad waar ik dacht, maar ja, waar. Jezus, waar word ik gelukkig van? Wat drijft mij? En toen kwam ik erachter dat gewoon eigenlijk het mooiste vind ik dingen creëren. Toen heb ik echt het roer omgegooid. En ben ik een hele reeks aan besluiten gaan nemen. Die ik volledig zelf heb vormgegeven. En ben ik volledig eigen dingen gaan doen. Ik vind eigenlijk het mooiste goed in het leven is zelfreflectie. Dit dingen opschudden, een persoonlijke revolutie starten, dat is moeilijk. Dan ga je buiten je routines. Dat vind ik ook zo fijn, zeg maar. Ik ben een nachtmens, ik gebruik dat altijd, die late uurtjes, altijd om heel veel over mezelf na te denken. Dit leven, dit toneelstuk, dit is gewoon een eigen grote rollenspel. En je moet gewoon zorgen dat je een goede rol voor jezelf creëert. Als je iets wil bereiken, als je iets gaafs wil doen in je leven, dan moet je dat gefucking zelf doen.